Go Ahead Eagles verliest met 1-0 van Emmen. Hamid Sarbaf, je tweede wedstrijd in de basis en weer verliezen. Ja, je zegt het goed, weer verloren. Alhoewel had ik wel het gevoel dat er weer meer in had gezeten. Ja, dat dacht ik ook wel. Alhoewel de eerste helft was niet echt goed. Nee, eerste helft, in het begin waren we een beetje zoekende en daarna vond ik dat we wel redelijk stonden. Alleen ja, we moesten meer van de goal afverdedigen en meer kort erop. En dat hebben we tweede helft gedaan en je zag dat de kansen uitkwamen. Ja, want in de eerste helft creëren jullie weinig kansen. Ja, precies. We hadden wel balbezit, we tikten wel rond, maar we waren niet heel gevaarlijk. En tweede helft hebben we het tactisch wat omgezet en... Het ging wel wat beter, maar jammer dat de kansen er niet in vliegen. Nee, want het stond wel goed. Maar Emmen liet jullie ook voetbal in de eerste helft? Ja, Emmen, na die goal merkte ik dat ze gewoon inzakten en ons lieten komen. En vanuit de counter weer wouden toeslaan. En de eerste helft, Ja, jammer dat die goal die valt ook uit een counter, hè, uit een omschakelmoment. Ja, precies. Die goal valt ook uit het niets. En dat zijn ook momenten waar we waakzaam moeten zijn. En, eigenlijk hadden jullie toen de 1-0 moeten staan. Ja, wij hadden de eerste grootste kans van de wedstrijd. En zo zie je het maar weer. Voetballers kan er raar lopen. En de tweede helft hadden we ook kansen om gelijkmaker te maken. Maar jammer, ja. Ja, en, maar goed, als je over de hele wedstrijd bekijkt, dan zeg ik toch, Emmen was iets sterker. Emmen is een goede voetballende ploeg. Dat zag je vandaag ook. Alleen, ik vind dat geen excuus om het daarbij te laten. Want wij hebben ook genoeg kansen gehad. En als die goals of die kansen erin gaan, dan kan het een hele andere wedstrijd worden. Ja, is het seizoen nu naar de knoppen? Nee, zolang je kan ademen moet je jezelf niet afschrijven. En je moet gewoon doorgaan. En, de bovenste wint van de onderste en de onderste wint van de bovenste. Dus het kan raar lopen en je moet gewoon zorgen dat je volgende week er weer staat. Dus jullie hebben nog een paar mooie uitslagen in gedachten? Zeker, daar gaan we voor. Want anders vind ik dat je niet op het veld moet lopen. Goed, succes erbij. Dankjewel. Succes ook, dan krijg je altijd meer energie. Nee, man.